Hallo lieve stier, leuk dat je weer kijkt. We zijn aanbeland bij week 40, 3 oktober tot en met 9 oktober. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve stier, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Ik heb het gevoel dat je echt wel hoger op gaat. Alleen op dit moment heb je het gevoel alsof je bijna kopje onder gaat. Dus het is belangrijk om mee te gaan met de golven in plaats van tegenin te zwemmen. En laat al je verwachtingen los. Want door verwachtingen te scheppen, creëren we vaak wat meer moeilijkheden. Omdat we dat graag willen. Ook al hebben ze een beter plan voor je. Durf echt aan de top te staan. En beeld je maar in dat je aan de top staat. Zodat je alles aan kan. We gaan eens kijken, lieve stier, wat je verder deze week kan verwachten. Je bent te veel gefocust op de toekomst. En het is dus belangrijk om dat soort zaken los te laten. Je bent nog zaken aan het helen. Ik heb het gevoel dat je best wel veel verdriet en pijn nog in je hebt. En probeer te manifesteren, probeer te fantaseren hoe het zou zijn wat je allemaal zou willen. En hoe meer je dat in gaat beelden, hoe makkelijker het je kan manifesteren. Ik zie ook echt, zeg maar, dat het tijd is om nu in actie te komen. Wees onbevreesd en ga vooral je dromen achterna. Want je houdt jezelf eigenlijk klein. Terwijl de groei er eigenlijk al wel in zit. Maar omdat je overal tegenin zwemt, kom je niet bij je dromen. En zet je dus die obstakels op je pad die je eigenlijk niet wilt. Dus focus je op het positieve en ga mee met de stroming. We gaan eens kijken welke positieve boodschap ik jou mag meegeven. Je gaat echt wel vooruit en misschien voelt het niet snel genoeg, maar ieder stapje is weer een stapje naar het positieve. Dus durf iedere stap weer te zetten. Lieve stieren, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of kom gezellig naar de spirituele beurs aankomende zaterdag en zondag in Almere. Ik wens je verder een hele fijne week toe en bedankt voor het kijken. Wie weet tot de volgende keer.